Oh my god, het is niet waar! Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag ga ik iets best wel heel erg bijzonders doen. Ik heb wel wedstrijdkleding, maar ik ga niet op wedstrijd. Ik heb namelijk vandaag scoutingdag voor het belofte team. En wil je nou weten hoe dat precies inhoudt? Blijf dan deze video eventjes kijken. Zoals ik al zei, heb ik dus vandaag de scoutingdag. En de scoutingdag houdt eigenlijk in dat je gaat voorrijden voor bepaalde mensen. En die gaan dan op jou letten. En dan kun je ergens voor geselecteerd worden. En misschien kennen jullie het wel, het belofteplan. En daar ga ik nu aan meedoen. En het is dan, het werkt zo, als ik hiervoor op de selectiedag geselecteerd word, dan komen er 5 trainingsavonden. En dan heet het jeugdstimuleringsplan. En als je daar doorheen komt, dan kan je naar het belofteplan. Maar eerst ga je dus naar het jeugdstimuleringsplan. En het is een soort junior talentteam. En ik ben dus nu met Mootje onderweg. Die staat achter in de trailer. Daar naartoe. En het is in hier. Dus het is in best wel een kleine 3 kwartier voor ons rijden. Met wel dus regio Gelderland. Dus het is ook weer niet extreem lang rijden. Maar wel iets langer dan dat ik naar de gemiddelde wedstrijd toe rijd. En ik heb er best wel heel erg veel zin in. Maar als ik daar dus straks aankom, dan ga ik eerst eventjes parcours lopen. Want het is ook nog best wel vroeg. Het is 9:15 is het parcours lopen. En het is nu 8:15. Dus we moeten nog een klein stukje. En dan ga ik daar parcours lopen. En dat is tot 9:00. En 9:00 gaan ze met de eerste start. En dan ga ik eerst eventjes kijken hoe ze het een beetje gaan doen. Want ik ben pas 10:45 aan de beurt. Dus ik denk ongeveer rond 10:00, 10:15 gaan we naar de trailer toe om Mo een beetje te poetsen en te opstuigen en zo. En daarna ga ik dan inrijden buiten. Daarna mag ik naar binnen. Dan rijd ik daar eerst een parcoursje en dan kijken ze naar me. Dan ga ik met 1 trainer, want er zijn meerdere trainers, ga ik met 1 trainer naar buiten toe. En die gaat mij dan daar wat dingetjes uitleggen en wat ik kan verbeteren. En dan kijken ze ook hoe goed jij die dingen oppakt. Daarna ga je weer naar binnen toe en dan rijd je dus je parcours nog een keer. En dan kijken ze of jij de tips die je hebt gekregen dus ook echt laat zien dat je dat verbetert. Dus ik hoop dat het heel erg goed gaat en ik hoop ook dat ik geselecteerd word. En als ik geselecteerd word, dan krijg ik dat over ergens in deze aankomende week te horen. Dus niet gelijk vandaag. Maar dat krijg je dus ergens aankomende deze week te horen. En ik heb dus wel mijn witte broek aan. Mijn wedstrijdkleding, omdat ik dat gewoon netjes vind. Dus ja, ik ben super benieuwd hoe het zou gaan. En willen jullie dat dan ook zien? Laten we even kijken. Het is niet te geloven, maar eigenlijk was het niet echt overkant lopen. Ja, dat was net zeggen. Dat moet we helemaal weer. Hij is wel hoog. Dat is een overkapsel. Ik heb het over de mensen die daar.
een beetje aan. Maar hier in halverwege toen werd het heel stuk beter. Die dubbel dan weer twee keer achter elkaar van de rennen. Dan blijf ik te afwachten. Maar iets minder bakken. Dus ik word niet voor iets gekomen tussen de rood. Ik ga zo hoog houden, maar niet naar voren. Ik probeer ook iets losser in de binnenhand te zijn in de renningen. En dan klein beetje meer in te laten galopperen in de schuur. Nogmaals, het begin was dat in de zoek in de laatste halverwege geen plek aan galopperen. Probeer te gaan. Ik ben net klaar en voor mijn gevoel ging het best wel goed. In het eerste parcours had ik eigenlijk waar ik altijd een beetje tegenaan loop. Dat ik niet goed ritmisch door naar voren kom en dat Mo dan niet goed uitkom. Want wat bij het eerste parcours dus ging, ik ging in eerst 1 tot en met 3. Reed ik eigenlijk te veel afwachtend aan. En eigenlijk vanaf hindernis 4 tot en met 9 ging het heel goed. Daar liep hij eigenlijk heel lekker. En hindernis 10 kwam hij 2 keer niet echt goed uit in het eerste parcours. Ik moest hem dan nog een keer overnieuw rijden. Maar dat was omdat ik er dan niet in de wending reed. Ik hem niet helemaal in een goede sprong door naar voren. En liet ik hem een beetje door de binnenbocht heen vallen. En dan kwam ik er niet mooi voor. Dus dat gingen we daarna ook buiten oefenen. We gingen oefenen om dus iets meer goed ritmisch door naar voren en dat ik kan schakelen, dus dat hij goed naar mijn been luistert. En daarna dat ik een mooie wending naar de sprong kon en daarna ook een mooie wending rijden. En het tweede parcours ging eigenlijk heel erg goed. Eigenlijk, ja, ik had ook de tip gegeven om mijn hakken laag te houden. We hadden mijn beugels een gaatje korter gedaan. En verder ging het eigenlijk allemaal best wel heel erg goed binnen. Ik kwam toch nog wel weer op 10 er te krap voor, maar ik kon hem daartussendoor wel goed doorrijden, waardoor die eigenlijk wel uitkwam, dus dat was heel mooi. En de rest van het parcours ging eigenlijk ook wel heel erg goed. Op 2 mocht ik nog net 1 tikkeltje iets actiever erop afrijden, omdat die van 2 naar 3 toch nog een galopsprongetje te veel maakte. Maar ik ben eigenlijk heel erg tevreden. En nu krijg ik dus ergens deze week te horen of ik geselecteerd ben voor het jeugdsimuleringsplan, als ik het goed zeg.
En dan gaan we kijken hoe verder. En ik hoop echt dat ik geselecteerd ben. Ik vind het best wel spannend. En ik kan eigenlijk niet wachten om te horen. Maar goed, ik moet nog eventjes wachten. Maar ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk. En ook weer heel erg leerzaam om even van iemand anders les te krijgen. Dus, en ik vond het ook heel erg leuk om nu dus met mijn nieuwe cap te rijden en mijn nieuwe jasje. En ik ben er heel erg blij mee. Jullie hebben vast op Insta gezien dat ik dus een nieuwe cap heb. En een nieuwe rijjasje. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. En ik ga mijn gieten nu nog eventjes lekker uitstappen en dan zo afzaden en terug naar stal toe. Even lekker stal eten. Heeft hij wel verdiend. Nou, voordat ik deze video aan het maken was, wist ik nog niet dat ik voor nu, voor maandag, de uitslag zou krijgen van de scoutingdag. Maar er is dus net een mailtje binnengekomen met daarin de uitslag. En ik ben dus gewoon geselecteerd en ik ben zo ontzettend blij. Echt, oh, ik ben gewoon geselecteerd. Echt, oh, ik ben echt zo blij. En nou, de volgende stap is dat we 10 oktober gaan we naar een informatieavond. Die is op het KNS-centrum in Ermelo. En daar ga ik naartoe met mijn ouders. En ja, daar gaan we te horen krijgen wat er verder allemaal gaat gebeuren. En in dezelfde mail waar ook in staat dat ik geselecteerd ben, staat ook dat we ergens deze week de lesindeling krijgen. Dus bij welke instructeur, met wie we en waar we dus gaan trainen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar dat moet ik dus nog even afwachten. Maar ik ben in ieder geval zo ontzettend blij dat ik geselecteerd ben. Echt wauw. Nou, wil je nou op de hoogte blijven over hoe dit nou precies gaat lopen met het jeugdstimuleringsplan? Blijf dan zeker mijn kanaal goed in de gaten houden. Want daar komt zeker nog wel een keer een video over online. En ook op Insta hou ik jullie op de hoogte. Dus als je me nog niet volgt op Insta, doe het dan zeker eventjes. En als jullie deze video nou leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. En wil jij nou zien dat ik de vorige keer in de klasse M ging starten, wat niet heel erg goed ging, check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien, check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!